Wat is de overeenkomst tussen Marlies Dekkers, Victor Rolf, Taminiau, Mart Visser en Adi van de Krommenakker? Nou, simpel hè. Dat zijn de bekendste Nederlandse ontwerpers van dit ogenblik. Hè? Wereldbefaamd. De kleding wordt over de hele wereld gedragen. Maar wat veel minder bekend is, dat al die couturiers stuk voor stuk van Brabantse herkomst zijn. Ja, dat kan geen toeval wezen. Hè? En wij gaan bij een van hen een kijkje nemen. We gaan naar Adi in de Bos. Adi van de Krommenakker heeft zijn hele leven in de mode gezeten en is pas relatief laat begonnen met ontwerpen. Maar het was wel meteen een enorm succes, zeker nadat de Italiaanse vakpers hem had uitgeroepen tot de belangrijkste buitenlandse ontwerper. Ja, vanaf dat ogenblik liep het storm. Dus als je hier nou vlak bij de winkel van Adi verdekt opstelt, heb je grote kans dat je beroemdheden ziet. Of misschien gaan die via de achteringang, of ze gaan in Milaan, dat heeft hij ook een winkel. Wij gaan in ieder geval hier naar binnen. Nou, dit is ongeveer het paradijs voor elke vrouw. Het zijn allemaal unieke creaties die dan ook nog vervolgens helemaal worden afgestemd op de persoonlijke smaak. Ja, en daar wordt elke vrouw een prinses van, mag ik wel zeggen. Dus kijk, zo mooi. Dag Adi, het is geloof ik een kwestie van geluk dat ik jou hier in de winkel in de Bos tref, want een merendeel van de tijd zit je in Italië, geloof ik. Hè? Ja, half Italië en half hier. Dus ik ben eigenlijk net terug uit Italië. Vanochtend heel vroeg opgestaan. En waarom Italië? Want voor het weer hoef je het niet te doen. We hebben hier ook goed weer. We hebben hier goed weer en daar is het weer echt niet zo goed hoor. Maar nee, ja, gewoon om de expertise. Hè. Ik kan daar alles krijgen, dus ik doe altijd mijn rondje met iedere maandag begin ik. Met langs de ateliers te gaan, langs de stoffenzaken, langs alle knopenwinkels en wat ik allemaal die nodig heb. Die hebben ze hier niet meer in Nederland? Hebben ze wel in Nederland, maar het is echt gewoon veel moeilijker te vinden. Ja, daar vraag je wat en je weet het meteen te vinden. En ja, dat maakt denk ik ook mijn ontwerpen speciaal, dat ik toch een beetje op de internationale manier ontwerp. En dat want je maakt elk jaar een hele nieuwe collectie, is best veel, want er zijn ook ontwerpers die het maar eens in de twee jaar doen. Mm-hmm. Elk jaar is het weer helemaal anders, maar toch wel weer een beetje Adi. Hoe flik je dat? Hoe lukt dat? Ik weet nog, bij mijn eerste shows had ik altijd het idee van, oh, krijg ik die inspiratie nog wel? En dan uiteindelijk, nou geeft het echt meer rust, dat je van het een komt het ander. En ik word altijd heel vaak geïnspireerd door stoffen. En ja, en natuurlijk als je toch 4 dagen of 3 dagen per week in Italië zit, neem je daar dingen van mee en geeft dat toch wel een boost aan je creativiteit. Ja. Nou, dan ben je van oorsprong een doodgewone Brabantse jongen uit Uden. Uden. Nu zit je in de wereld van de Happy Few, jet set, prinsessen, glitter en glamour. Is dat een overgang of doet het je eigenlijk niet zoveel? Nee, is geen overgang. Ik blijf toch degene waar ik vandaan kom, hè? Uit Uden en uit Brabant. En mijn devies is altijd blijf jezelf en daarmee ben ik heel ver gekomen. En je laat gewoon iets van jezelf zien, dat waardeert iedereen. En ik krijg heel veel e-mails en leuke berichten van mensen die zeggen, ja, ik voelde me echt een prinses. Dus want dat is jouw opdracht, hè? De vrouw zich als een prinses laten voelen, ook al is ze dat niet van geboorte. Ja, dat vind ik al zo'n prachtig compliment. En dat is, ja, dat is een beetje kijken en beeldhouwwerken. En, ja, en het moet vrouwelijk bij mij zijn. Dat is mijn handtekening. Oké. Hey, hartstikke bedankt, joh. Graag gedaan. Wie had dat kunnen denken, dat Brabantse modeontwerpers nog eens ooit de hele wereld zouden veroveren? Kijk, wij zijn meer van Brabants bond, hè? Degelijk, maar wel saai. Maar ja, tegenwoordig, Brabant is trendy en toonaangevend. Op economisch gebied, we zijn zowat de motor van de Nederlandse economie. Maar ook op het terrein van sport en kunst en cultuur. Hè. Irene Wüst, DJ Chesto, Design Academy, mensen zoals Adi van der Krommenakker. Allemaal Brabantse ambassadeurs van Nederland. Nou, daar mogen we toch een beetje trots op zijn volgens mij. Dit is ook van Brabantse origine, dus ik zou zeggen, proost. Zo, en nou kan de zonnebril wel op, denk ik.